Als kind was ik gefascineerd door muziek, door de grote componisten. Ik las hun biografieën en beluisterde hun werken. Zo begon ik zelf ook te componeren, verschillende klavierinstrumenten te spelen, te improviseren. En dat is exact wat ik vandaag nog doe. Ik schreef intussen verschillende concerti, werken voor orgel, viool, solo, cello, solo, kamermuzikale bezettingen. Ik maakte transcripties van werken van Bach, Mozart, Beethoven, Schumann en Mendelssohn voor verschillende instrumentale of vocale bezettingen. Mijn 2 uur durende grote messen voor Bach und Luther werd zelfs uitgezonden door de Duitse zender MDR Kultur. 7 jaar schrijfwerk. Deze passie geef ik ook wekelijks door aan mijn studentencompositie. Harmonie, contrapunt, een arrangement of bewerking maken, orkestreren, analyseren, noem het maar op. Ze krijgen een stevige dosis vakmanschap mee. Als we muziek analyseren, lijkt het alsof we samen in de keuken staan van een grote chef-kok. We zien welke ingrediënten hij gebruikt en hoe hij ermee gaat koken. Inspirerend is dat. Het verdiept enorm het inzicht in de werken die de studenten soms zelf spelen. En iedereen mag zijn fantasie botvieren in compositieopdrachten en in het schrijven van eigen werken. Wil jij ook jouw eigen muziek schrijven? Wel, dan ben je van harte welkom in mijn klas.